De islam is eigenlijk niet negatief tegenover slavernij. Dus Mohammed noemt zich ook zichzelf een slaaf van Allah. Dus in principe hebben ze daar geen probleem mee. In deze huidige tijden horen we regelmatig over de zogenaamde herstelbetalingen. Vandaag gaat dat vooral over Afro-Amerikanen die geldsommen eisen ter compensatie van de slavernij die sommige van hun verre voorouders ondergaan hebben. We gingen onder andere daarover in gesprek met Evelien van Amstel, auteur van het boek Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis. We bespreken ook het verschil in opvattingen over slavernij tussen de islam, het jodendom en het christendom en wat en wie er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat slavernij is afgeschaft. U hoort Stijn de Rudder en Evelien van Amstel. Waarom heeft u dat onderwerp gekozen? Het onderwerp is op het ogenblik in het nieuws. Er zijn veel mensen die daar boeken over schrijven en in de media komt het vaak aan de orde. Maar het nadeel is dat er vaak over details wordt gesproken en over een bepaald tijdvak. Bijvoorbeeld de transatlantische slavenhandel. En ik wilde eigenlijk het geheel laten zien. En als je de hele geschiedenis bekijkt, dan zie je ook dat er bepaalde ontwikkelingen zijn. En die kun je natuurlijk niet zien als je alleen één onderdeel bekijkt. En wat hoopt u dan specifiek te bereiken met het boek? Ik hoop dat mensen ook zien dat slavernij ook nu voorkomt. Er zijn nog steeds 50 miljoen slaven. En die zouden echt wat meer aandacht kunnen krijgen. En het tweede is dat slavernij doorheen de geschiedenis eigenlijk veel erger was dan de meeste mensen denken. Met geschiedenislessen is het natuurlijk wel eens aan de orde gekomen. Maar het lijkt voetnoot in de geschiedenis als je bij de geschiedenislessen kijkt. Maar in het echt was het eigenlijk een hoofdzaak. Het was echt heel belangrijk doorheen de geschiedenis. U begint met de prehistorie, de oudheid en de middeleeuwen. Wat duidelijk is, is dat slavernij bestaat in alle culturen. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Slavernij bestaat in alle culturen of bestond in alle culturen. Omdat mensen geneigd waren om de ander anders te behandelen dan zichzelf. Dus hun eigen groep. Daar wilden ze best goed voor zijn, maar iemand van buiten de groep, die werd anders behandeld. En dat dualisme, dat zie je eigenlijk bij alle heidense culturen. En dat is een soort van geweldsspiraal waar je echt niet uitkomt. Dus er waren constant invallen van bepaalde volken bij naburige volken of stammen. En daar werden slaven gehaald, daar werd geroofd en geplunderd. En dat herhaalde zich eigenlijk eindeloos, totdat er een bepaald volk op het idee kwam dat dat misschien niet moest. Ja, we gaan het daar zeker uitgebreid over hebben. Wat zijn de grootste verschillen qua slavernij tussen de verschillende culturen? Er zijn eigenlijk zoveel verschillende soorten slavernij als dat er culturen zijn. Hè? Maar de meest primitieve culturen, daar komt zelfs kannibalisme voor. Dus de slaven die gevangen worden, die kunnen zelfs voor kannibalen als maal dienen, zeg maar. Dat was bij de Azteken het geval. De Azteken die hadden heel veel slaven, die waren heel krijgszuchtig, die konden goed gebieden veroveren. Maar ze hadden niet zo'n goed landbouwbeleid, dus ze hadden niet zo'n vruchtbare grond. En daardoor gebruikten ze ook mensen om te eten. Die bekende piramides die we kennen, daar werden mensen geofferd. En dat waren voornamelijk slaven eigenlijk. Voordat ze geofferd werden, dan moesten ze natuurlijk ook werk verrichten. Dus ze werden wel als slaaf ingezet. Ze moesten bouwwerken bouwen, infrastructuur aanbrengen, kanalen graven. Maar meteen als ze slaaf werden, werden ze eigenlijk het eigendom van een van de goden. En daaraan werden ze ook geofferd uiteindelijk. Andere culturen, zoals de westerse cultuur, die hebben zich natuurlijk ook schuldig gemaakt aan slavernij, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En daar was het voornamelijk als werkkracht bedoeld. Ze hadden te weinig mensen om het land te bewerken. En ze hadden net koloniën gesticht. En daarom was het belangrijk dat er werkkrachten zouden komen. En die haalden ze dan uit Afrika. Dus dat is een andere vorm van slavernij. Er waren voornamelijk mannen.
In de islamitische wereld zie je dat vrouwen heel belangrijk zijn. Slavinnen bijvoorbeeld in de harem. En dat die ook bedoeld zijn om vooral veel kinderen te krijgen. Want de mannen, de meesters, zeg maar, die kunnen dan eigenlijk meer kinderen krijgen dan gewoon met één vrouw. Maar die hebben ook heel veel kinderen bij slavinnen vooral. En het tweede wat daarbij belangrijk is, is dat ze dan hun rijk uitbreiden. Hè, met het vele nageslacht wat ze hebben. Maar ook dat ze makkelijker invallen kunnen doen bij de naburige volken om nog meer slaven te halen. Want ze lieten de slaven als soldaat in de voorste linies vechten. Waardoor ze dus nog makkelijker gebieden konden veroveren. Dus er zijn meerdere vormen van slavernij. Maar misschien het belangrijkste verschil dan tussen de culturen is eigenlijk het feit van de mensenoffers. Kunnen we dat concluderen? Ja, heel veel mensen zouden niet vinden dat een mensenoffer ook slavernij is. Maar uiteindelijk is slavernij natuurlijk dat je een mens als gebruiksvoorwerp gaat behandelen. Dat is het belangrijkste kenmerk van een slaaf. En als je iemand niet als mens ziet, in het ergste geval kan die natuurlijk geofferd worden en zelfs bij kannibalisme gebruikt worden. Dus ik vind inderdaad dat slavernij begint bij de ergste vorm en dat is inderdaad een mensenoffer of kannibalisme. U haalde al een voorbeeldje aan van de harem in de islam. U overloopt ook de monotheïstische culturen in uw boek en hun opvattingen over slavernij. Wat is eigenlijk het belangrijkste dat we moeten weten in verband met het Jodendom en hun opvatting over slavernij? Ja, het Jodendom dat begint eigenlijk bij de uittocht uit Egypte. En dat betekent dat zij slaven waren in Egypte en dat ze onder leiding van Mozes en een uitleiding uit slavernij kennen in opdracht van Yahweh, hun God. Dus zij worden eigenlijk het volk van Yahweh, doordat hij hen uitleidt uit slavernij. Dat is heel belangrijk om te weten, want mensen die zelf in slavernij hebben gezeten, die weten natuurlijk hoe erg het is om slaaf te zijn. En die kunnen dus goed invoelen dat dat echt niet deugt. En daar begint hun godsdienst eigenlijk mee. En om zelf niet in dezelfde fout te vervallen en ook slaven te maken, krijgen zij de wet tijdens hun uittocht. En die wet krijgen ze bij de Sinaï en die wordt later bekend als de 10 geboden. En die 10 geboden worden later ook door de christenen overgenomen. Maar eigenlijk zijn die 10 geboden het allerbelangrijkst, want die zorgen ervoor dat die hele tredmolen van slavernij, geweld, invallen, dat die stopt omdat je de naaste moet gaan behandelen of zou moeten gaan behandelen als jezelf. En dat is echt de hoofdboodschap van het Jodendom. En dan komen we bij het christendom. Wat is daar het belangrijkste dat we moeten weten? Ja, het Jodendom heeft dus de wet als belangrijkste en inderdaad de Torah is daar het belangrijkste. Bij de christenen is zowel de Torah, dus de Bijbel, als de persoon van Jezus Christus belangrijk. En die persoon die gaat de wet voorleven. Dus Jezus leeft eigenlijk voor hoe in de praktijk iemand zou leven die de wet uitvoert. En dus we hebben niet alleen het voorbeeld van de wet, van het boek, maar we hebben ook het voorbeeld van de persoon, van Jezus. En dat betekent dat je betere voorbeelden hebt en dat je jezelf ook beter kan inleven in hoe je zou kunnen gedragen als je het goed wil doen. Het christendom is belangrijk omdat het mensen in vrijheid stelt. Hoe is dat juist gekomen? Hoe komt dat uit het christendom? Het stelt mensen in vrijheid omdat eigenlijk ervan uitgaan dat ieder mens gelijk is. En dat leer je natuurlijk in het verhaal van Adam en Eva. Hè. Heel veel mensen hebben daar moeite mee, maar het verhaal vertelt gewoon dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. En wij allemaal even belangrijk zijn voor hem. Daar gaat het eigenlijk over. En dat betekent dat als dat het eerste verhaal is in de Bijbel, dat alle mensen even belangrijk zijn voor God. Dat je dan dus niet iemand tot slaaf kan maken. Dus die vrijheid zit al in het eerste Bijbelverhaal, zit die besloten, zeg maar. Oké, en dan, dus je had al het voorbeeldje van de harem gegeven in de islam. Hoe zit dat dus qua slavernij bij de islam?
Ja, de slavernij bij de islam is echt een heel ander verhaal. De islam is eigenlijk niet negatief tegenover slavernij. Dus Mohammed noemt zich ook zichzelf een slaaf van Allah. Dus in principe hebben ze daar geen probleem mee. Ze zijn ook meer dualistisch. Dat betekent dat ze de eigen groep anders behandelen dan mensen die niet van hun eigen groep zijn. En dat betekent dat zij de Dar al-Islam hebben. Dus dat is het gebied van de islam. En daar gelden bepaalde normen en waarden. En daar mag je dus ook niet andere mensen tot slaaf maken. Je mag nooit een moslim tot slaaf maken. Maar het gebied buiten de Dar al-Islam is de Dar al-Harb. En dat is het gebied van de oorlog. En daarin mag je natuurlijk wel slaven maken. Of niet natuurlijk, maar daar mag je slaven maken. Dus de slavenraids vanuit de islamitische wereld, die waren heel berucht in de middeleeuwen. En Europa heeft daar hard tegen moeten vechten om dat buiten de deur te houden. Omdat dat veel invallen waren vanuit islamitische landen. Islam betekent onderwerping. We zien dat, dus, dat dualisme tussen moslims die niet slaaf gemaakt mogen worden, maar niet-moslims wel. Wordt dat dan ook effectief aangemoedigd in de islam om, zeker toen, doorheen de geschiedenis, om slaven, mensen tot slaaf te maken en dan te importeren? De leer die de Koran en de Hadith leren, dat is eigenlijk dat je de hele wereld moet onderwerpen aan de islam. En dat kan je op verschillende manieren doen. Je kunt inderdaad zelf moslim worden en dan de Koran gaan lezen. En de tweede stap is dat je bijvoorbeeld goede werken gaat doen. Maar de hoogste stap is dat je de jihad voert tegen ongelovigen. En dat betekent dat je ongelovigen gaat onderwerpen aan de islam. En door de eeuwen heen is die niet door iedereen die hoogste stap bereikt, zeg maar. En niet iedereen wenst die te bereiken. Maar er zijn dus momenten in de geschiedenis waarin dat plotseling wel de kop opsteekt. Bijvoorbeeld bij ISIS. Dat bepaalde mensen vinden dat ze die stap wel moeten zetten. Er zijn ook islamitische landen die daar niet naar streven. Maar er zijn ook groeperingen die dat wel op hun programma hebben staan. Daar gaan we het zeker nog over hebben. In hoofdstuk 3 beschrijft u de praxis van het christendom in de wereldgeschiedenis. In de oudheid zien we dat de Romeinen gechristianiseerd worden. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Ja, de Romeinen die werden gechristianiseerd doordat het aantal gelovigen in hun rijk toenam. Ze hadden heel veel goden, hè? En ook de keizer werd aanbeden. En het was eigenlijk een soort verplichting voor mensen om ook offers te brengen aan al die goden en aan de keizer. En de christenen die geloofden dus in één god. En zij wilden dat ook uitdragen. En daarom wilden ze niet meer offers brengen aan andere goden. En gingen ze over het evangelie vertellen en over die ene god die zij volgden. En daarnaast konden ze eigenlijk geen andere goden aanbidden, want als er maar één god is, dan stopt natuurlijk het aanbidden van andere goden. En daarvoor werden zij gestraft. Sommige mensen die werden gekruisigd. Anderen werden in de arena's werden ze vervolgd en verbrand of voor de leeuwen gegooid. Voor volle stadia. En dat maakte zoveel indruk eigenlijk op de mensen die toeschouwer waren. Omdat er zo ontzettend veel mensen waren die toch tot bekering kwamen en die toch weigerde om andere goden te aanbidden. Dat ze gingen nadenken, ja, wat is dit eigenlijk voor God? En waarom is dat zo belangrijk voor die mensen? En uiteindelijk hebben ze zoveel indruk gemaakt dat ze inderdaad zoveel mensen hebben overtuigd dat de machthebbers eigenlijk daar niet meer omheen konden en het uiteindelijk tot staatsgodsdienst hebben verheven, omdat ze zo'n enorme aanhang hadden. En wat is dan uiteindelijk wat was het praktische gevolg daarvan? Bijvoorbeeld in het dagelijks leven of op het gebied van oorlogsvoering, mentaliteit. Wat was het gevolg dat het gechristianiseerd werd?
Uiteindelijk, als we het over slavernij hebben, de kerk die bevond zich dus in een wereld waarin slavernij heel gewoon was. Hè. Dus overal waren slaven, vooral in het Romeinse Rijk natuurlijk, want dat was de kampioen slaven maken. En dat moesten ze dus heel voorzichtig aanpakken en stap voor stap hebben ze het leven van slaven wat aangenamer gemaakt. De kerk is dus de eerste die is gaan inzien dat zij mensen waren en ook als mensen behandeld moesten worden. En dat moest dus heel voorzichtig gebeuren, want ze zijn dus van ver gekomen, die christenen. Ze werden eerst voor de leeuwen geworpen en vervolgd. En vervolgens moeten ze dan de maatschappij gaan veranderen. En dat gaat natuurlijk heel langzaam en met kleine stapjes. En ook zo klein dat je denkt van wat heeft dat met slavernij te maken. Maar ze zorgden dus voor dat slaven niet meer gedood konden worden. Dat ze mochten trouwen. Zulke soort dingen, allemaal kleine dingen. Maar dat zorgde uiteindelijk voor dat de slavernij helemaal verdween. Als we dan verder gaan in de geschiedenis, komen we dan in de middeleeuwen. Het West-Romeinse Rijk is ongeveer ten onder gegaan, maar in het oosten blijft het Romeinse Rijk bestaan natuurlijk. In de middeleeuwen, wat is eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis, of een van de belangrijkste gebeurtenissen in verband met slavernij? Ja, de kerk die dus al die kleine stappen zet, die zorgt ervoor dat de slavernij verzacht wordt eerst. En later wordt het dan min of meer afgeschaft. Daar komt dus het feodale stelsel voor in de plaats. En dat betekent dat er horigen zijn die het land bewerken. Dus de slaven die eerst op het land werkten voor de meester, die krijgen een andere relatie met die meester. En ze worden horigen die gebonden zijn aan het land, maar ze zijn niet meer het eigendom van de meester. Dus ze worden als mensen erkend en ze zijn niet meer iemands eigendom. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Een belangrijke figuur die vermeld wordt is Alfred de Grote. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, Alfred de Grote van Engeland, van Wessex, die heeft eigenlijk voor gezorgd dat Engeland een staat werd. Dus het land was nog verdeeld in allerlei koninkrijkjes. En al die koninkrijken die hadden last van invallers die ook slaven kwamen halen. De vikingen waren dat voornamelijk in zijn tijd. En wilde hij bestrijden. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen doordat je zelf sterk staat. En vandaar dat hij Engeland één wilde maken. En heeft hij ook beter tegen de vikingen kunnen strijden. Het tweede wat hij heeft gedaan is dat rijk wat hij wilde waken, dat het een christelijk rijk zou zijn. En het christendom was dus voor hem zelf heel belangrijk. Maar hij heeft het dus ook belangrijk voor het hele gebied Engeland gemaakt. En hij is gaan lezen in de Exodus en in de Bijbel. En heeft daar die wetten gezien, die Mozaïsche wetten. En op grond daarvan heeft hij zijn eigen grondwet geschreven. En dat betekent dus dat Engeland vanaf dan een christelijk rijk was. En dat had een goede uitwerking ook op de omgeving, want zelfs de vikingen werden uiteindelijk bekeerd, hoewel ze alleen kwamen plunderen en roven, hebben ze toch dingen overgenomen en werden ze later soms zelfs bondgenoten van de Engelsen. En dat hielp natuurlijk ook voor de verspreiding van het christendom, zeker in onze contreien bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Nog iets belangrijk dat erin stond in dat stukje over de middeleeuwen, is dat u schrijft dat eigenlijk de verlichting of de verlichtingsidealen toen al waren begonnen in de middeleeuwen. Kunt u dat even verder uitleggen? Ja, inderdaad. De meeste mensen denken dat de slavernij is afgeschaft door verlichte filosofen. Maar ik laat eigenlijk zien dat het niet een punt in de tijd is dat de slavernij is afgeschaft, maar dat de slavernij heel geleidelijk is afgeschaft in Europa door de invloed van het christendom. En die geleidelijke afschaffing, die heeft dus zijn oorsprong in de Mozaïsche wetten. En dus die afschaffing die verlichte filosofen gedaan zouden hebben, die is eigenlijk nooit gebeurd, want ze hebben eigenlijk op het laatst alleen maar meegeholpen inderdaad met de afschaffing van de overzeese slavenhandel. En dat is inderdaad wel in wetten vastgelegd. En daar is wel een punt in de tijd aan te wijzen, namelijk met het aannemen van de
afschaffing van de slavernij in het Engelse parlement door Wilberforce. Dat brengt ons bij de moderne tijd dan eigenlijk. Aan wie hebben we het te danken dat dan de slavernij werd afgeschaft? En hoe exact is dat dan juist verlopen? Ja, dat is eigenlijk ook geleidelijk gegaan. De protestanten die gingen wat meer in de Bijbel lezen dan de katholieken en de christenen daarvoor, omdat gewoon de Bijbel beschikbaar was en de boekdrukkunst was uitgevonden. En ook omdat zij zelf vonden dat zij zelf de Bijbel moesten bestuderen. En toen zagen zij eigenlijk dat slavernij echt een grote zonde was. En juist die Puriteinse christenen, zeg maar, bijvoorbeeld de Kwekers, die hadden zelf slaven. Alleen die ontdekten dat dat eigenlijk echt niet kon. En die hebben als eerste hun eigen slaven vrijgelaten. En zijn toen hun eigen groep gaan bewerken. En hebben gezegd, joh, als je nou echt christen wil zijn, volgens mij kan je dan geen slaven houden. En dat was echt een nieuwe boodschap in die tijd. En daar hebben ze dus gevolg aan gegeven. De Kwekers zijn als eerste eigenlijk bezig geweest met het vrijlaten van hun eigen slaven. En ze hebben zich ook later ingezet om de slavernij af te schaffen. Het waren de zogenaamde abolitionisten die voor de afschaffing van de slavernij waren. En die stuiten op heel veel tegenstand. Ten eerste in hun eigen groep, hè, maar die hebben ze dus zover gekregen dat ze meegingen doen met de abolitionisten. En later hebben ze heel veel spreekbeurten door het hele land gedaan en pamfletten en geschriften uitgevaardigd waarin ze hun ideeën verspreiden. En langzaam maar zeker is dat ook in het Engelse parlement terechtgekomen en bij de Amerikanen. En ja, die hebben toen als eerste besloten dat dat inderdaad afgeschaft moest worden. Die transatlantische slavenhandel, je heeft het al eerder vermeld, dat krijgt eigenlijk heden te dagen eigenlijk altijd de grootste focus. Maar ondertussen was er in de rest van de wereld ook heel wat slavenhandel. Kunt u dat een beetje vergelijken, die slavenhandel vergeleken met wat er gebeurde bijvoorbeeld in het Verre Oosten, in verband met het Midden-Oosten, met de islam? Kunt u dat een beetje vergelijken? Nou ja, de transatlantische slavenhandel krijgt natuurlijk echt veel aandacht. En dat is ook goed, want ik denk dat alle slavenhandel echt veel aandacht moet krijgen. Want we moeten ervoor waken dat ze daar niet weer in vervallen. En ook dat ze de slavenhandel van nu aanpakken, want dat is ook een probleem. Maar inderdaad, die slavenhandel duurde in vergelijking met de slavenhandel van de Arabieren, van de islamieten bijvoorbeeld, redelijk kort. De islamitische slavenhandel was ook iets vreder. De mannen werden ontmand. Dat was eigenlijk niet het geval bij de slaven bij de transatlantische slavenhandel. Het waren echt grotere aantallen ook, over een groter deel van de geschiedenis. Dus het is niet helemaal eerlijk om te focussen op de transatlantische slavenhandel. Hoewel die wel alle aandacht moet krijgen. Maar aan de andere kant moet je dus ook de hele geschiedenis bekijken en zien wat er nog meer gebeurde. Want in principe was dat een korte periode. En het is ook net de beschaving die uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat de slavenhandel gestopt is. En dat moet natuurlijk ook vermeld worden. De Amerikaanse burgeroorlog, daar zijn enorm veel mensen offers gebracht om de slavenhandel of de slavernij af te schaffen. En dat is natuurlijk wel de verdienste van de Amerikanen geweest, dat zij zo ver gingen. De Engelsen hebben natuurlijk enorm veel inspanning geleverd om andere volken te overtuigen dat zij moesten stoppen met slavenhandel. En ze hebben gesurveilleerd met marineschepen op de Middellandse Zee. En ze hebben echt enorm veel geld gegeven aan het afkopen van de slaven. Dus ze hebben slaven vrijgekocht. En ja, daar zijn ze echt tot voor kort zelfs mee bezig geweest om dat af te betalen. Dus dat is een enorm bedrag geweest. En dat betekent dat we ook die tweede kant, de goede kant van de Engelsen en de Amerikanen en van de Europeanen, dat we die ook in het oog moeten houden. Want zonder hen
zouden wij niet in vrijheid geleefd hebben. Dan zaten we nog steeds in die tredmolen van geweld en slavernij. En dan zou er geen vrije Westen geweest zijn. Ja, we zien dat die slechte kant dan van de slavenhandel veel focus krijgt, maar die goede kant veel minder. En aan de andere kant zien we dat wat er gebeurd is in de Arabische wereld, in de moslimwereld, qua slavernij, nauwelijks of geen aandacht krijgt. Hoe komt dat eigenlijk, dat verschil? Ik denk dat de westerse mentaliteit is om ook wel je fouten toe te willen geven. En dat is natuurlijk wel goed. Het is natuurlijk goed om van je fouten te leren en te zeggen, dit was echt niet goed, we moeten dit veel beter gaan doen in de toekomst. Dus het toegeven van misdaden die in het verleden zijn gebeurd, dat is natuurlijk wel iets wat in de westerse maatschappij kan en mag en moet. Dat is ook heel belangrijk dat ze dat onderkennen, dat dat fout was. Maar ik denk dat er ook culturen zijn, schaamteculturen, waarin dat eigenlijk veel moeilijker is. En ik denk dat in de islamitische wereld het veel moeilijker is om toe te geven dat je in het verleden iets verkeerd hebt gedaan. En dat ligt daar veel gevoeliger. En het is niet alleen van niet verkeerd, maar we hebben het er eerder over gehad in dit gesprek. Ze zien alles wat niet-moslimlanden zijn, alle landen die niet-moslim zijn, eigenlijk als oorlogsgebied. Als je naar de geschriften kijkt, is dat inderdaad zo. Ik denk de gewone moslim in de straat, of die dat allemaal zo zullen beleven, dat denk ik niet. Maar dat weten we dus eigenlijk niet. Maar het gaat eigenlijk om het boek, zeg maar, hè, dat ze volgen. En daarin staat wel degelijk dat er een gebied van de oorlog is, of dat de Joden en de christenen, dat die overwonnen moeten worden. En dat is inderdaad waar zij naar zouden moeten streven als ze goede moslim zijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel moslims die verwesterd zijn en die daar helemaal niet naar streven. Maar inderdaad, als zij goed gaan lezen, dan zullen ze merken dat inderdaad in hun geschriften staat. En dat is natuurlijk heel anders in de evangeliën. Daarin staat het tegenovergestelde. Daarin moet je dus iedereen zijn vrijheid gunnen en iedereen menselijk behandelen. Dat betekent dat iedereen ook mag zijn wie die is. En iedereen mag zijn godsdienst kiezen die wil. En dat is natuurlijk anders bij de islam. Die willen toch dat uiteindelijk de hele wereld wordt onderworpen aan de islam. Of dat met het zwaard is, of goedschiks of kwaadschiks. Ja. Dat maakt daar niet zoveel uit. En ik denk in het christendom staat echt de vrijheid van die keuze staat centraal. Dus als je voor iets kiest, dan moet het uit vrije wil zijn. Er is dus een grote rol weggelegd voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in de afschaffing van de slavernij. Maar we zien dat er daar toch een bepaald iets uit die Verenigde Staten overwaait naar Europa en de rest van de wereld. En dat is het idee van de herstelbetalingen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die focus op de slechte kant van de slavenhandel. Want de goede kant is dan het afschaffen ervan, uiteraard. Maar wat vindt u van het idee van herstelbetalingen? Ja, overal waar pijn gevoeld wordt en waar een reden voor is, daar moet je natuurlijk goed naar luisteren. Dus ik denk als er nazaten zijn van slaven, wat nog niet zo lang geleden is natuurlijk, dan moet je dat serieus nemen. Aan de andere kant, de herstelbetalingen, die zijn in principe ook wel gebeurd, wat ik al zei, door Engeland, omdat ze slaven vrijgekocht hebben, heel veel geld hebben gestoken in de wereld te overtuigen dat slavernij afgeschaft moet worden en slavenhandel afgeschaft moet worden. De Amerikanen hebben in de burgeroorlog bloedgeld betaald, zeg maar, met het strijden voor de afschaffing van de slavernij. Dus of je nu nog over herstelbetalingen moet spreken, er zijn ook voor de koloniën vaak heel veel projecten geweest om ze zelfstandig te laten worden. Daar is heel veel geld naartoe gegaan. En ik begrijp dat het nooit genoeg is. Dat begrijp ik ook. Omdat er gewoon leed is toegebracht wat je niet kan goedmaken. Maar aan de andere kant is het zo dat we eigenlijk als we naar Europa kijken, of naar de hele wereld, iedereen
is wel eens als land of als volk het slachtoffer geweest in de geschiedenis. En wie moet dan wie gaan uitbetalen? En moeten we dan ook zelf uitbetaald worden door andere volken? Maar dat stopt dus nergens. En daarom denk ik dat het verstandiger is om je te richten op de slavernij die we nu hebben. En in India bijvoorbeeld of andere gebieden waar nog heel veel te doen is. En daar te helpen om de slavernij af te schaffen of die mensen te helpen om hun vrijheid terug te krijgen. Dat lijkt me heel terecht, want het idee van herstelbetalingen bijvoorbeeld, dat leeft niet in het Verre Oosten, China, Japan, Mongolië, met Genghis Khan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets doorheen de geschiedenis dan, Arabische wereld, moslimwereld, daar leeft het niet, herstelbetaling. Die gaan er nooit aan denken van dat te doen. Klopt. Dus de westerse beschaving is zeg maar schuldbewust. Hè? En dat, van die schuldbewustheid kun je natuurlijk ook misbruik gaan maken op den duur. Door nog meer te eisen dan dat ze al gegeven hebben. En wat ik zeg, het is inderdaad nooit genoeg, dat klopt. Maar we kunnen denk ik beter ons richten op de mensen die nu in slavernij zitten en die de helpende hand toesteken dan de nazaten van iemand die ooit in slavernij is geweest geld te geven. Want ja, de persoon zelf heeft natuurlijk nooit in slavernij gezeten. Een manier waarop dat er wordt tegemoetgekomen een beetje aan de kwalen van de slavernij van vroeger, is dat er bijvoorbeeld enkele jaren geleden allerlei straatnamen hernoemd werden. Dus straatnamen genoemd naar figuren uit bijvoorbeeld de 19e eeuw of 17e eeuw, 18e eeuw, die te maken hadden met slavernij, van dichtbij of van veraf dikwijls. Monumenten die beklad werden toen. Wat vond u van die situatie? Dus die monumenten die beklad werden allemaal, maar ook aan de andere kant een beetje de symbolische daad van straatnamen te hernoemen. Het is natuurlijk opvallend in de media geweest, hè, dat vandalen inderdaad het wel voor elkaar krijgen om een beeld verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld van Leopold volgens mij en nog wat andere zaken. Ik vind dat ze zelf goed na moeten gaan denken over wat wel en niet kan. Kijk, van Hitler is natuurlijk ook geen standbeeld te vinden in Berlijn. Dus dat moeten wij ook niet willen. We moeten geen oorlogsmisdadigers op een plein willen zetten. Wat we wel kunnen doen, is dat we daar zelf gewoon over na. Kijk, vandalisme vind ik eigenlijk nooit goed. Het zijn ook soms groepen die heel weinig kennis van de geschiedenis hebben en die de verkeerde standbeelden bekladden en die alle straatnaambordjes wel weg willen hebben, omdat iedereen wel iets heeft gedaan wat niet goed is. Ik denk niet dat we dat aan zulke groepen moeten overlaten, maar ik denk wel dat ze zelf heel goed moeten nadenken over wie we een bordje gunnen en wie niet. Ja, we zien dat de factor tijd daar ook wel een belangrijke rol in speelt. Deze zomer waren er de Keizerfeesten in Velzeke, dus Julius Keizer. Velzeke, een klein dorpje bij Zottegem in Oost-Vlaanderen. Maar die heeft dus wel bijvoorbeeld gewoon een standbeeld. Ook nogthans verantwoordelijk Keizer voor de genocide van verschillende Gallische stammen. Welke factor speelt dan tijd, denkt u, in bepaalde zaken? Hoe ziet u het evolueren? Ja, kijk, het is natuurlijk de geschiedenis wordt altijd door de overwinnaars geschreven. Hè? En dat is het probleem ook van de standbeelden. Overwinnaars die zetten een standbeeld neer van iemand die zij belangrijk vinden. Maar de slachtoffers, die zullen daar natuurlijk graag van af willen. Dat betekent dat de overwinnaars een ander idee van de werkelijkheid hebben dan degene die het slachtoffer zijn geweest. En ik denk dat we ook moeten leren om, ook als we overwinnaar zijn, om ons ook in de positie van slachtoffer te verplaatsen. En te denken van wie is nu werkelijk goed geweest, ook voor de ander. En want dat is eigenlijk ook steeds wat we gezegd hebben van wat is het probleem nu eigenlijk? Als je je eigen volk anders behandelt dan de volken om je heen, dan ga je dus in een spiraal van geweld en slavernij terechtkomen. Maar als je gaat verplaatsen in de ander en je gaat de ander behandelen zoals jezelf, dan ga je de geschiedenis ook anders bekijken. En misschien moet je dan zelf tot de conclusie komen dat bepaalde standbeelden beter verwijderd kunnen worden.
Toch van het straatbeeld dan waarschijnlijk in een museum? In een museum kan het altijd met een bordje erbij en met uitleg. Dat is sowieso belangrijk. Maar om het op straat te zetten als zijnde een belangrijk persoon voor die gemeente of voor dat land, dat gaat misschien dan net iets te ver. Of er zou ook een bord bij moeten staan, dat zou kunnen. Het is in ieder geval zo dat je ze niet op een voetstuk moet zetten. De geschiedenistour gaan we eindigen, net als in uw boek, met de contemporaine geschiedenis. We hebben al bepaalde dingen aangehaald. Vandaag bestaat er nog altijd slavernij. Waar juist? Wie zijn die slaven? En ja, hoe is dat gekomen dan? Ja, dus slavernij bestaat eigenlijk in onze tijd voornamelijk in landen waar het rechtssysteem niet zo goed functioneert. Dus het rechtssysteem is heel belangrijk. Als dat goed functioneert, zoals in Nederland bijvoorbeeld, dan kun je naar de rechter gaan om je gelijk te krijgen. Er staat er in de grondwet dat iedereen vrij is en dan worden mensen en burgers beschermd. Als een rechtssysteem niet goed functioneert, dan bestaat er kans dat er slavernij voorkomt. Bijvoorbeeld in India, daar zijn wel wetten tegen slavernij. Alleen er is enorm veel armoede en die armoede drijft heel veel mensen in de slavernij. Bijvoorbeeld, er wordt een belofte gedaan dat ze werk krijgen. Ze worden met een busje meegenomen en ze krijgen inderdaad werk. Alleen de deur gaat dicht en ze kunnen niet meer weg. Dus zijn ze tot slaaf gemaakt. Dan moeten ze bijvoorbeeld in de kledingindustrie werken of in een steenfabriek of allerlei ander soort werk doen, in de visserij werken. Het is vooral een probleem in landen waar armoede heerst en waar het rechtssysteem niet op orde is. Dus bijvoorbeeld als er wel wetten zijn en de politiemacht of de rechterlijke macht functioneert niet goed, dan heb je alsnog een probleem. Dus dan is de wet wel goed, maar de uitvoering niet. Dus eigenlijk het hele rechtssysteem moet op orde zijn en de armoede moet bestreden worden in de landen. Nou, in Thailand bijvoorbeeld, daar is de prostitutie een probleem. En zo heb je nog veel plaatsen in de wereld waar je slavernij vindt. En zelfs in Europese landen zoals Roemenië, overal waar armoede heerst, daar dreigt ook slavernij. Wel, veel heeft te maken dan toch, denk ik, met religie. Want op een bepaald moment schrijft u over zonder een moreel besef gaat er geen verbetering komen. Maar welk moreel besef is dat dan juist? Ja, het moreel besef eigenlijk wat uit de Mosaïsche wetten afkomstig is. En dat is in het kort samengevat, behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. En iedereen is gelijk voor de wet, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En wij hebben dat inderdaad uit de Torah of de Bijbel opgedaan. Dat is onze eerste bron, zeg maar. En ook de humanisten hebben later zich daarbij aangesloten. Dat die komen gewoon voort uit de christelijke beschaving, zeg maar. Dus die zijn daar ook onderdeel van. Dus we moeten eigenlijk weer terug naar onze wortels kijken waar komt onze beschaving vandaan. En dat is belangrijk om dat ook te koesteren. Want door de geschiedenis heen is het steeds zo dat op een bepaald moment andere machten de kop opsteken, zoals het nazisme, wat eigenlijk ook een antichristelijke organisatie was, waar Churchill al van zei, toen die ten strijde toch trok tegen Hitler, dat ze eigenlijk de christelijke beschaving moesten redden van het nazisme. Bij ISIS zag je het weer opkomen. Dus door de hele geschiedenis heen zijn er ook machten die steeds de kop op kunnen steken en die we op tijd moeten herkennen en moeten bestrijden, zodat ze niet de overhand nemen. Want ook in deze tijd, ook in het Vrije Westen waar wij leven, is het altijd mogelijk dat er weer slavernij de kop opsteekt. En dus dat moreel besef, om dan te komen tot een conclusie, moet eigenlijk een christelijk moreel besef zijn? Het is een geestelijk moreel besef en het is inderdaad het toetsen van je geweten inderdaad aan datgene wat je in de wet geleerd hebt, dat je daar ook zelf achter staat. Want kijk, als er bijvoorbeeld mensen zijn
die de wet wel kennen, maar er zijn in een land te veel mensen die zich nooit aan de wet houden, dan kan een alsnog slavernij de kop opsteken. Dus dat betekent, het moreel besef bij alle mensen moet aanwezig zijn. Wil je het echt uit kunnen bannen? Zoals in Engeland Wilberforce toch veel moeite heeft gedaan om het hele Engelse volk op te voeden met moreel besef. Dat je de ander gelijkwaardig moet behandelen en dat slavernij afgeschaft moet worden. Dat moest wel door het parlement komen. Dat moest wel in de democratie verankerd worden. En iets in de democratie en in de grondwet krijgen, dat kan alleen als een heel volk erachter staat. En zo is het ook nu. Iedereen moet eigenlijk meedoen en iedereen moet erachter staan. En iedereen moet dat morele besef hebben dat de ander net zo is als jij. En alleen dan blijft het veilig voor iedereen. Als u het dan moet samenvatten, wat zou dan uw uiteindelijke conclusie zijn? Ja, vrijheid is het hoogste goed dat we hebben. En dat moeten we goed beschermen. We hebben dat via het judeo-christendom hebben we dat overgeërfd, zeg maar, dat idee. En we profiteren allemaal van in het Vrije Westen. En het is belangrijk dat we het ook zo houden. Zo, dat was het voor deze nieuwste podcast van Paliterke en Pal.be. Al onze podcasts zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en Palcast.be.